Er zijn kleine trekkers, er zijn iets grotere. Deze is vrij fors, maar dit is pas echt een joekel. Ja, het is echt een beest van een apparaat, dat is wel duidelijk. De John Deere 8370R wordt klaargemaakt voor vertrek. Vandaag wordt hij door de dealer in Zeildijk afgeleverd bij een klant in Spijk. De richtingaanwijzers, de wielen, de uitlaat, alles aan dit apparaat is groot. Het is een monster van een machine. Veel pk's, hoop eigen gewicht, waardoor de overbrenging zeer goed is. En het is echt een werkpaard, zeg maar. Daar kunnen ze goed mee uit de voeten. De bestuurder zit 2 meter boven het wegdek. De motor is goed voor maar liefst 420 pk. Dit beest op wielen is uitgerust met de allernieuwste snufjes. Dat mag ook wel, want hij kost maar liefst €285.000, exclusief BTW. Voor dat geld heb je ook een Ferrari of deze fraai gelijnde Lamborghini. Maar het is de koper niet om snelheid te doen. Hij heeft de trekker nodig voor het zware werk rond de Eemshaven. Na de gebruikelijke plichtplegingen wordt de trekker geïnspecteerd. En dan worden mannen toch wel weer een beetje jongens. Mooi speelgoed. De Weert loopt graag een beetje voorop. Nou, als je toch een innovatief product koopt, dan willen we ook iets wat een beetje nieuw is. Dit is de eerste in Nederland van dit model. En daar zijn we zeer trots op. Vanaf vandaag is hij dus te zien bij de Eemshaven.